beste voetballers en voetbalsters, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, ik ben een tijdje stil geweest, want het was zomerstop, maar we gaan eindelijk weer beginnen. Heel eerlijk, we lijken net een profclub hier, Ro. We hebben echt zoveel nieuwe spullen allemaal, dat is echt ongelooflijk, of niet, Roy? Ja. Sokken, shirtjes, trainingspakken. Hé, hey, kijk, de trainingskleren. Kijk dan, hè. Ah, lekker, hè. We lijken net een profteam, man, hè. Ja, hey, we lijken net een profclub, Roy. Alles voor elkaar hier, Ro. Kijk, die jongens hebben gewoon alles op nummers. Gewoon trainingskleren. Die broekjes zijn toch ook op nummers, of niet? Ja, kijk, nummer 12. Kijk dan ook dan heel mooi, hè. A, ja. Nummer 12. Ah, zo. De winnaar van de bal met de handtekeningen van Ryan en Godfried, die komt nu in beeld. Kijk in de beschrijving wat je moet doen en dan zorg ik ervoor dat je hem zo snel mogelijk krijgt. Tjoe. Nieuwe vlog, het is zaterdag. Eigenlijk hadden we een wedstrijd tegen ATC, de bekerwedstrijd. Maar die is afgelast. ATC kon niet, dus we gaan vandaag lekker trainen en we hebben een grote groep. Check ze achter mij aanlopen. Oh. Er zijn wat bekerwedstrijden hier gaande. Nou, onze eerste bekerwedstrijd is donderdag. Wij gaan nu lekker trainen. Grote groep. Ik heb er lekker zin in. Ik hoop de jongens ook. Ga ik vanuit, want dat moet. Ik zeg tjoe. Roy is er inmiddels. Hendrik is er. Voor de warming up, even een rondootje. Zo'n grote groep dat we in twee hebben verdeeld. En we gaan zo lekker beginnen. Jawel mensen, het is donderdag en we hebben straks een wedstrijd tegen ATC, de bekerwedstrijd. En kijk wie hier gewoon aan het trainen is. Yo, wat is up Joris? Heb je lekker getraind jongen? Ja zeker. Lekker man. Joris heeft even zijn Mercurius laten zien. Het is maar dat ze mij niet passen, hè, Joris. Ja. Anders had ik ze meegenomen, dat weet je wel, hè? Zet je zwaar. Ja, tuurlijk, joh. Kregen ze niet meer terug van me. Nee. Hey, Joris, wat zeggen we dan? Tjoe. Deze man is echt streng, deze Roy. Dat niet, Damien. Kijk, deze twee. Ik begin maandag. Deze twee. Hallo, Tim. Damien, kijk eens even. Wat hebben jullie niet gedaan? Ik heb wel gedaan. Maar veel te laat. Nee. Vertel even dan. Wat? Ja, wat je te laat hebt gedaan. Spelregelbewezen. En wat mocht je bijna niet? Voetballen. Tim, wat mocht je bijna niet? Voetballen. Dan ben je een jaar geblesseerd geweest en dan nog regel je je ding niet, hè? Ja, lekker man. Lekker man. Wat komt die controleren, scheids? Jouw. Oké. Okay. Pasjes, dat is een nieuw systeem. Ja, moet. Martijn Best. Ja, ben ik. Mooi. Donny Haspers. De wedstrijd gaat zo beginnen. Scheids controleert even. Zeker de pasjes nu digitaal. We gaan zo lekker het veld op en een potje voetballen. Jim Gerritsen. We gaan het veld op, hè, Roy. Killen. Ik ga killen. Lekker winnen. Ik heb zin om te winnen. Isabe, hoe is het? Liever boy hier. Alles goed, Isabe? Alles goed, David. Abe, wat zeggen we dan? Gezond eten. Heet je laat, heet wakker. Lekker, Isabe. Oh ja. Ik loop heel te maken. Oh, wat een... Ja, hij is wel snel, maar hij kan niet. Breng het aan! Kijk wie de aankomrace. Ja, op mijn vrije dag. Ik heb familiedag nou. Kwaad jongens, vriendin kwaad. Wie is kwaad, Hans? Ja, ik heb familiedag. En waarom moet je hier zijn dan? Van wie? Ja, niemand wil anders doen. Ik wil wel oefenen, als goed. Hans, heb ik je al verteld? Ja. Weet je wat gaat gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Met onze vlags? Nee. Ze komen vanaf nu in de Tubantia, man. Nee joh. Ja, echt. Oh, en ik ben geabonneerd op de band, ja. Vanaf wanneer? Vanaf over 2 weken waarschijnlijk. Of als deze online komt, is er al eentje op Tubantia geweest. Hoe komt dat gewoon met... Ja, hebben ze gevraagd. Ja? Ze willen onze Tubantia top. Klasse, dankjewel daarvoor. Toppie! Hans, hey, kom nu. Hey, Hans. Ja, daar kom ik hoor. Hans, ja. Je wordt hier gewoon bekend, man. Nou, je was al bekend. Ik was al bekend. En nu dan? Dan word ik nog veel bekender. En het liefst bij de vrouwen. Oh yes! Hoe is het met jou, Mart? Ja? Wat heb je met je 100 euro gedaan? Nog helemaal niks. Echt niet? Heb je nog vol 100 euro? Ja, welke 100 euro hebben we het over? Ja, die van ons van de club ons hebben gekregen vorige week. Ja, nee, daar heb ik nog niks mee gedaan. Echt? Jij dan, Lloyd?
casino. Wat heb jij gedaan met jonge deuren, Donny? Mac. Jij dan, Mika? Ik heb hem gewoon nog. Ja, Martijn? Observer. Observer. Ja, Donny! Donny. Kijk dan. Kijk of die baat is brand. Hey. Ongelooflijk. Hendrik is bezig met de krachttraining. Jawel, en kijk eens wie zijn bal heeft gekregen. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Wie zijn handtekeningen staan daarop? SBMG. Oeh, lekker hoor. Je hebt hem gewoon gewonnen, hè? Ja. Wat ga je ermee doen? Voetballen of inlijsten? Voetballen. Nou, veel plezier ermee, hè? Ja. Dankjewel. Wat zeggen we dan? Ciao. Jawel mensen, het is weer donderdag en ik ben op de club. We gaan zo trainen, want we hebben zaterdag de tweede bekerwedstrijd tegen Winterswijk, jawel. Ik ga eerst een wedstrijdbespreking doen voor komende zaterdag, want wij spelen met een 3-5-2 opstelling, wat ik afgelopen seizoen ook heb gedaan. Ja, toen degradeerden we bijna, dus toen speelden we 1-4-3-3. Ben ik geswitcht naar 3-5-2. Nou, dat ging goed, hebben we de laatste 7 wedstrijden gewonnen. Dus ik dacht, ga ik dit jaar weer doen. Maar het pakte donderdag tegen ATC vorige week de wedstrijd niet goed uit. Eerst zelfs stonden we met 2-0 achter, was slecht. Dus vandaag even voor de training even een goede bespreking voor komende zaterdag vast doen. En ja. En dan gaan we lekker trainen en zaterdag naar de wedstrijd. En ik sta hier ondertussen met, kijk, onze grote vriend Piet. Boah, Piet. Hey, Piet heeft gewoon een smartphone, man. Hoi Piet, goedenavond. Kijk wat Piet doet als je hem een hand geeft. Hey, Piet, rustig. Altijd deze man met ogen als je hem een hand geeft. Altijd. Ik ga er even kijken of er iemand is van ons. Oeh, jawel. Er is iemand. Er is iemand. En wie is dat? Declan? Kastrijder. Declan had een vraagje vandaag. Hè? Waar ik net over had met 3-5-2, nou ja, de jongens hadden het moeilijk met de uitvoering. En Declan die appte mij vandaag wat trainen. Kun je het even goed uitleggen zodat ze zaterdag weten wat we moeten doen? Anders wordt het weer een chaos in de wedstrijd. En dat vond ik super tof, dus gaan we straks doen. Maar Declan, wat snapte je niet precies dan? Hoe die verdediging niet gaat. 1-op-1. Je bent gewend om uit te stappen, toch? Ja. En ja. Je gaat automatisch naar die man toe, maar je moet. Maar dan moet je niet uitstappen. Bij die man blijven, hè? Maar je moet bij je man blijven. Kijk, ik hoog gelijk zo binnen als terror. Kijk dan, allemaal nat geregend. Hallo Quinten, hallo trainer Martijn. Hoe is het? Ja, moe? Kijk, en de spullen zijn alweer klaargelegd voor ze. Kijk eens aan, man. Nou, ik ga straks even het bord pakken, even met de jongens in de kleedkamer voor de training zitten. Oh, kijk eens! Heb je gedoucht, jongen? Nee, ik heb getraind. Kijk, en wie was, wat trainen jullie dan, Bram? E2. Wie, ja. En wie was ook alweer de hoofdtrainer? Sowieso ik jongen. Hé, hey, maar jongens, kom eens even dan. Kom eens even. Wiens, ik zag net even een paar oefeningen, die hebben jullie gewoon van mij afgestolen, hè? Nee, eentje. Zit gewoon een beetje meer oefeningen aan jullie spelers te doen, hè? Ja, dat wel, hè. Eentje, klasse. Onervaren toch? De klasse boys. En leren ze wat van of niet? Ja. Ja? Alleen de trainers nog. Leukste. Voor degenen die het nog niet wisten. Dit is Patrick. Patrick is ook trainer. Ik wil geen assistent zeggen, hij is gewoon trainer. We doen het gewoon samen. Of niet? Zo is dat. Ik luister naar Patrick. Patrick luistert naar mij. Alleen door de week. Alleen door de week. Even nog over vorige week donderdag. Afgelopen maandag waren we, ja, ook met 12 man dacht ik. Inderdaad, verdedigend gezien, wat jij heel veel deed, was op het moment dat de bal bij een van de middenvelders van de tegenpartij was, stapte jij hier al uit. Ja? Waardoor die spits vrij kwam op het middenveld. Nou, wat deden Mika en Mart toen? Eentje ging op mij, man. Eentje ging op jou, man, waardoor een van de twee op het middenveld vrij kwamen, dus we daar volledig weggespeeld werden. Als we dit doen, Niels, zie je dat Bram druk zet, niet blijven hangen, meteen naar binnen. Duidelijk? Niels? Ja. Oké. Okay. Maar als je dit goed doet, één is het super fijn. Want je zet echt veel druk op de tegenstander. Je hoeft weinig uit te stappen, weinig meters te maken. Je bent gelijk met die twee man hier. Voor de goal ben je gevaarlijk.
Brian kan het belopen aan de rechterkant. Koen, eventueel Damien kunnen dat ook belopen. Dan ben je gewoon super gevaarlijk voor de goal. Is het even duidelijk? Druk zetten, verdedigend gezien? Ja? Zaterdag voor de wedstrijd hebben we te werken voor. Het is zaterdag, wedstrijddag. Ja, mijn lievelingsdag. Normaal gesproken hebben we de busjes, maar nu moeten we gewoon met auto's. De boys staan klaar. Wat zeg je, Donnie? Waar moet het? Ja, dat moet op dak. Hey. En we zitten ondertussen in de kleedkamer in Winterswijk. Nou, we gaan de bespreking doen. Ik heb mijn bord weer back. De boys zijn fit. Winterswijk vandaag. Oefenwedstrijd. Bekerwedstrijd. Winterswijk heeft 3-2 gewonnen van ATC, waar we gelijk hebben gespeeld. Nou, één ding wat we niet moeten doen, is voetballen zoals de eerste helft. We hebben het de donderdag. We hebben er een stukje over gehad. Nu weer. Declan. Donnie, Mart spelen achterin. Dat is drieën. Max, Mika, Lloyd op 10. Damien, Brian, Koen en Niels. Dankjewel, Niels, Lloyd. Ja, we gaan warm lopen. De boys lopen achter me. We spelen vandaag de tweede bekerwedstrijd. Normaal gesproken zit je met 4 in een pool, dus moet je 3 wedstrijden spelen. Ja, de eerste hebben we gelijk gespeeld tegen ATC. De eerste helft was super slecht. We hebben er nog gelukkig in eigen hand, want dit is de laatste wedstrijd van Winterswijk. Die hebben 6 punten. Nou ja, als we vandaag winnen en de volgende wedstrijd tegen DSVD winnen, dan zijn we door in de beker. We gaan het straks zien. Ik zeg tjoe, tot straks. Jawel, en we zitten in de auto terug naar Enschede. Nou, ik heb de tweede helft niet veel kunnen vloggen, want de batterij was leeg. Maar Tim, wie heeft aan zijn belofte gehouden dan? Deze jongen. Hij heeft gescoord. Ja, hij had eigenlijk 3 moeten scoren, hè? Wel 4-5, joh. Helemaal niet, joh. Wat denk je dan? Tim had nog een lekkere vrije trap te laat, Tim. Jammer, man. Je hebt ook niet kunnen vloggen, helaas. Maar de goal staat er trouwens wel op, de tweede goal. Maar goed, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En Niels, wat zeggen we dan? Ciao. Timmy. Ciao. Ciao.